Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering. Mijn naam is Roland Nijboe en vandaag heb ik wederom de eer om met Jan Klein Poelhuis een aflevering op te nemen. Een aflevering waarin we een klein zijstapje nemen van de mooie wereld van beleggen, wat toch een, de mooiste bijzaak is van het leven, naar gezondheid en oud worden. Jan en ik hebben namelijk het boek Oud Live gelezen van Dr. P.T. Attia. En. Uh, we laten hem even zien voor degenen die op YouTube kijken. De luisteraars, uh, het boek Outlive. Dus eigenlijk hoe je oud wordt en op een gezonde manier. Nou, dan zul je misschien denken van... Wat heeft dat in hemelsnaam met beleggen te maken? Uh, op de eerste plaats, wij zijn ex extreem geen experts op het gebied van gezondheid. Ik wil even vooral ook voor mezelf spreken. Ik weet daar heel weinig van af. Ik heb al heel veel geleerd van Jan. Nu zet ik Jan een beetje neer als expert. Jan, jij bent er ook extreem mee bezig, maar jij zult... Zelf de eerste zijn uh, die zeggen dat je toch geen expert bent, ook al ben je wel een, ja, een praktisch, uh, praktisch wetenschapper. Geen wetenschapper, maar wel een echte doeman. Je bent er echt veel mee bezig, dus het lijkt me ook heel leuk om uh, te, te, te kijken wat jij allemaal doet. Maar we baseren ons vooral op het werk van Attia. En um, ja, wat heeft dat nou met beleggen te maken, Warren Buffett? Ja, Rijk worden, extreem rijk worden, is niet zo moeilijk. Je hebt daar drie factoren voor nodig: Eén is een goed rendement. Twee is een beetje stadkapitaal. En drie, die laatste is het meest belangrijk: een lange horizon. En daar is het bruggetje toch wel met heel oud worden. Want Buffett die heeft meer dan uh, 90% van zijn vermogen van ja, in totaal 200 miljard. Hij heeft al heel veel weggegeven, maar als hij nu alles, niks had weggegeven, had hij nu 200 miljard. ...verzameld uh, door gewoon zo, zo oud te worden. En dan gaan we niet alle gezondheidstips van Buffett... ...denk ik, uh, doornemen, Jan, in deze podcast. <laughs> <laughs> ja, dit is een outlier. zou ja. maar zeggen. Ja, want Buffett en Munger... ...als je de statistieken zou verzamelen... ...en hun uh, leefstijl... Dat, ...dat zou eigenlijk uh, niet kunnen. Die hebben eigenlijk... Uh, ...zeg ik het goed, als die gewoon extreem veel geluk hebben gehad? Ja, ik denk het wel... Ik denk het wel. Uh, ja, ze voldoet eigenlijk niet aan wat Peter Tia uh, zou zeggen dat je moet doen om oud te worden. Behalve dat ze misschien weinig stress ervaren. Ja. En, en misschien hebben ze gewoon hele goede genen. Maar ja. in hoeverre dat nou echt, of dat nou zo'n grote invloed heeft. Maar ja, ik denk gewoon ook een, een dosis geluk. Ja, ja. En het, je moet ook, geloof ik, uh, dat schrijft ook Atti ook, een, een dosis geluk hebben om oud te worden. Je moet. Uh wat dat betreft de juiste genen hebben. Daar kunnen we niet zoveel aan doen, uh, Jan. Althans, ik weet niet hoe ver de wetenschap inmiddels is... maar dat zit er nog niet echt in... dat ik wat aan mijn uh, genen ga laten doen in mijn leven. Nee, er, zit wel, er is wel een ander deel van de wetenschap... de epigenetics. De epigenetics en dat is uh, dat je met gedrag kunt, wel kunt bepalen... van, goh, gaat een, een bepaald gen tot expressie komen of niet? Dus je kan uiteindelijk wel... toch tot een grote mate wel invloed hebben daarop... met je gedrag... Maar je genen kun je niet veranderen. Ja, Dus zaakjes ja. nog niet. Ja, en we willen deze podcast een beetje aanvliegen... ook via de Charlie Munger manier, bedenk ik me net. Want dat doet Attia eigenlijk ook. Hij draait hem om van niet hoe kun je zo lang le mogelijk leven... maar uh, waaraan ga je eigenlijk dood? Wat zijn de, en dat zijn er dan vier, de vier horsemen noemt hij dat... de vier killers, en wat kun je eraan doen om die te voorkomen... En wij gaan daar gewoon over praten wat wij hebben gelezen en wat, uh, wat jij ook vooral weet van alles wat jij doet. En het lijkt me leuk om ja, gewoon concrete dingen ook te bespreken. Uh, Attia begint eigenlijk uh, met zijn boek, want hij is, een, uh, hij is een wetenschapper, hè? Ja, hij is een, het is een wetenschapper. Hij is volgens mij opgeleid tot chirurg. Maar op een gegeven moment is hij uh, met een tussenstapje. Uh, hij was volgens mij op een gegeven moment even klaar mee. Toen heeft hij nog een aantal jaren in Silicon Valley, volgens mij bij, uh, bij McKinsey gewerkt. Dus hij heeft, uh, wat dat betreft, spreekt hij onze taal, uh, of in ieder geval de taal van het bedrijfsleven, ook heel goed. En daarna is hij echt weer de gezondheid en uh, de medische wereld ingegaan. En hij raakt eigenlijk afgeknapt op het feit dat die mensen al, ja, die hij behandelde pas in de laatste fase van hun leven eigenlijk altijd al als het te laat was dat het ja, puur levensverlengend was. Uh, maar niet meer echt reparerend uh, dat hij die mensen behandelde. En dan, dan raakte hij, uh, ja, daar was hij eigenlijk klaar mee. En hij heeft uh, gedacht: van ja, wat zijn nou de grote dingen die wij kunnen doen. om gezonder oud te worden. En niet aan het einde uh, pas bijvoorbeeld een chemotherapie toedienen. Want dat, is, ja, dat verlengt het leven vaak maximaal met een paar jaar. Maar dat is ja, niet meer met decennia. Dus uh, en hij doet, pakt dat eigenlijk aan. Ja, heel wetenschappelijk, maar ook wel heel erg... Uh, zoals wat jij zegt, uh, invert, zoals Munger het zou zeggen. Van wat, waar gaan we aan dood? En wat moeten we dan vooral doen om daar niet aan dood te gaan? Ja, ja. En, en hij doet dat met een echt een objective strategy en met tactics. Dus hij maakt het echt uh, ja, alsof, uh, alsof, alsof het een soort businessplan is. Ja, kan je, kan je daar iets over uitleggen? Ja, hij vertelt... Uh, kijk, objective, dat is je wil zo lang mogelijk leven, maar dat is eigenlijk niet eens het objectief. Het gaat, wat Peter Tia zegt dat het objectief is, is dat je eigenlijk snel doodgaat en dat zo, la zo lang mogelijk. Dus niet dat je een heel langzaam en allerlei chronische ziektes gaat leiden, maar dat je op tot op een hele late, le late leeftijd een heel fijn en fit leven hebt en dat je dan opeens ja, dat het dan snel uh, achteruit gaat en ook snel klaar is. Dat is denk ik het ideale scenario. Um... En dat is het objective. En de strategy is, ja, welke. Um, ja, hoe wil je daartoe komen? Dus wat wil je bijvoorbeeld op je 85ste nog kunnen? Wil je met je kleinkinderen een, een treinbaan op kunnen zetten op de grond? Nou, dan moet je, als je dat wil op je 85ste en zelfstandig overeind komen, dan moet je dus op je 75ste, 65ste en 55ste al bepaalde, een bepaalde fitheid hebben. Want als je dat dan niet kan, ja, dan kan je het op je 85ste helemaal niet. Want we gaan natuurlijk wel gewoon. Ja, de tand des tijds heeft invloed op iedereen en, en dan heb je de tactics en dat is dus wat je dagdagelijks doet, hoe je eet, hoe je beweegt, dat is uh... en daar gaan eigenlijk als je nu boeken leest dan gaat het heel vaak over tactics uh, van eet vooral heel veel groenten, eet vegan, eet uh, geen vlees, eet juist wel vlees, allemaal dat soort dingen, maar dat zijn eigenlijk ja, zijn dat de deelcomponenten die in je strategy en je objective gaan. dus uh... Hij zoomt echt wel wat verder uit. En dat, uh, ja, dat vind ik heel mooi. Ja, het is een beetje net als bij beleggen dat je gewoon een aandeel koopt omdat het een mooi verhaal is. In plaats van dat je met een strategie, met een systeem uh, aandelen gaat selecteren. Dat zou dan eerder je, je strategie zijn. Terwijl de tactiek is: uh, ja, gelijk naar een bedrijf gaan, terwijl ja. je nog geen strategie hebt. Precies. Ja, het ja, is dus wat dat betreft niet heel veel verschillend qua opbouw aan uh, jouw boek. Dus ik bedenk me nu. Wat dat betreft hebben we ook een hele leuke training. Inmiddels gelanceerd. Denk ik, ik weet niet precies wanneer deze training uitkomt. Maar de basistraining die ik 20 jaar geleden had willen hebben. Dus gewone strategie. Waardoor je niet 500 boeken zoals ik hoeft te lezen. Uh, waarin ik denk ik heel inefficiënt misschien heb gehandeld. Waardoor ik wel een mooie strategie heb en een prachtige reis was. Um, maar die training is er nu. Dan kan je in zeven uur door video's. En dan kan je zelf die strategie voor jou. En het mooie is dat je het dan zelf kan toepassen. Dus als je wil leren een aandeel helemaal te analyseren. Of ik moet zeggen, een bedrijf te analyseren. Uh, check dan robonneiboek.nl, onze website. Daar staat hij nu helemaal kerstvers voor je klaar. Dan gaan we nu verder. Dit was het woord van onze sponsor. <lacht> <lacht> ja. En um, waar waren we gebleven? Oh ja. Iets, iets wat ik eigenlijk wel wil zeggen, vragen, aan, uh, Jan, aan jou, is... Um, mijn beeld was altijd dat een hartaanval er zomaar ineens komt. En jij zegt eigenlijk al net, ja, dat, dat, dat is niet zo. Althans, dat zegt Attia. Uh, dat dat twintig jaar al in je lichaam zich opborrelt. Dat misschien wat uh, uh, vaten uh, langzaam dicht slippen. En dat, dat, dan in een, dat het dan in één keer lijkt of het zo is. En hetzelfde als met kanker. En Attia was daar dus klaar mee met die wereld. Dat dan in één keer... Ja, soms iemand niet meer te redden is. Maar dat je dus, dat dat dus twintig jaar al opborrelt. Ja, dat is eigenlijk, zullen we anders die vier, uh, zullen we die vier grote ziektes, of die vier horsemen gewoon eens even uh, introduceren? De killers, ja. De killers. Uh, of zullen we eerst nog even wat, 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 wat een beetje sombere statistieken doen over uh, hoe het met ons gesteld is? Ja, laten we, laten we even wat heel. Even zet ik de scene. Ja. praat <laughs> ja. Nou ja. Ja, maar los. Ik, ja, uh... ja, ja, het is best wel, uh, best wel treurig eigenlijk. Maar het CBS zegt dat 50% van de Nederlandse volwassen bevolking overgewicht heeft. Dus dat is, volgens mij is dat een BMI van, van uh, meer dan 25%. ...en 14% van de, van de volwassen populatie in Nederland heeft echt ernstig overgewicht. Dus het gaat echt om, uh, om meer dan een miljoen mensen. En in de Verenigde Staten, die in dit geval denk ik ongewild een beetje voorop lopen... ...is 40% van de, van de Amerikanen heeft obese, is obese, dus heeft obesitas. En dat is een, wil zeggen dat je een BMI van meer dan 30 hebt. En eigenlijk gaan al die lijntjes die gaan de verkeerde kant op in Nederland... En op 1 januari 2021 had meer dan 10 miljoen mensen. Dat is meer dan 60%. Of dat is ongeveer 60% van de bevolking. Één of meerdere chronische aandoeningen die. Ja, waarvan Peter Tia dat waarschijnlijk niet zou accepteren als chronische aandoening. Maar een aandoening waarbij je dus eigenlijk geen uitzicht meer is op volledig herstel. Ja, dit, dit zijn toch echt wel. Uh, ja, zorgwekkende statistieken. En we kunnen met elkaar dan natuurlijk allemaal wel zeggen: we worden ouder, de levensverwachting stijgt. Maar hoe gaat de uitspraak weer weer? is the life in the years that count, not the years in the life. Dus en, en, en ja, dat, ja, dit zijn toch wel uh, zorgwekkende statistieken. En als je dan kijkt naar de lijst met doodsoorzaken, dan staan bovenaan: met 29,6% kanker en 24,6% hart- en vaatziekten. Nou, en dan is denk ik ook even het bruggetje van die vier horsemen. Zullen we die dan gewoon, uh, die vier, ja. de vier grote ziektes die, uh, die, die Piedotia benoemt. Dat zijn de, ja, één, dat zijn de metabolenziektes. Dus de diabetes type 1 en, uh, en 2. Dus eigenlijk werk je, je verbrandingsoven in je lichaam niet helemaal zoals dat moet. Om het zo maar even, zoals ik het vertaal. Dus je kan dan bijvoorbeeld niet goed uh, vet verbruiken als, uh, als brandstof. Um, en je bent vaak, uh, mensen hebben vaak um, um, dat, uh, ja, suikerziekte, uh, suiker kan het bloed niet uh, goed verlaten, dus ze zijn insulineresistent. Nou, dat is de eerste. tweede is hart- en vaatziekte, daar weten we echt al best wel veel van. Of we, uh, daar weten de wetenschap best wel veel van. En je kunt dat hart- en vaatziekte ook wel redelijk goed uh, voorspellen aan de hand van bepaalde bloedwaarden, bloeddruk, etc., nou, de derde groep was kanker en daar weet de wetenschap eigenlijk nog best wel weinig van. Um, het grote probleem is dat er heel veel, er zijn heel veel verschillende soorten kanker zijn en die lijken lang niet altijd allemaal op elkaar. En uh, er lijkt ook niet echt een gemene deler te zijn qua genen en dergelijke. Uh, dus het is een heel ja, onge-super complexe puzzel uit heel veel bewegende delen. En het laatste het zijn echt de, de, de neurodegeneratieve ziektes. Uh, die zich met name in je hoofd afspelen, zoals Alzheimer, Parkinson. Uh, ja, de dementie is daar onderdeel van. Um, en voor veel mensen, en ik denk ook voor een groot gedeelte van de beleggers, is dat natuurlijk gewoon de, de allerengste variant. Want je wil, ja, wanneer je je hoofd verliest of dingen die je kunt onthouden, uh, ja, dan verliest je. Je verliest een heel groot gedeelte van je levenskwaliteit uh, dan. En het gaat dan ook vaak heel snel achteruit. En genen spelen hierbij natuurlijk een rol. Maar uh, je kunt met je gedrag daar echt heel tot op een hele grote hoogte wel uh, invloed op uitoefenen. Ja, nou, we er lekker somber van. Ja, nee, maar, <laughs> ja. Nee, maar uh, dit, dit zijn natuurlijk gewoon de feiten. En uh, ja, mensen willen auto. Zeker die laatste, uh, mijn oma heeft uh, dementie, Alzheimer. En uh, ja, gaat, gaat best wel achteruit. En dat, dat lijkt me ook gewoon een heel nare manier van uh, uiteindelijk doodgaan. En uh, ja, haar, haar broer heeft het ook, dus misschien dat er ook zo'n gen zit. Want er zijn genen met verhoogde risico's. Ja. ja, daar kan je bijvoorbeeld op laten testen of je dat yep. hebt. En dan uh, ja, zou jij, zou, zou jij zoiets overwegen? Of doe jij, doe jij testen op bepaalde iets? Ja, ik heb wel eens bij 23andMe, volgens uh, mij van de oude Google-oprichters, uh, zo'n uh, zo DNA-test gedaan. Um, maar dat is, dat is echt wel eng, want ja, ik had hem gewoon besteld en je stuurt wat speeksel in de haar of je, je stuurt gewoon wat op, volgens mij speeksel trouwens, en dan krijg je iets terug. Maar ja, toen ik die dat, dat had opgestuurd. Ja, dan zit je te wachten. Dan denk je van: oké, okay, maar wat de kans straks best wel dat je iets krijgt dat je nou ja hup, 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 uh, syndroom hebt dat je een hele grote risico op darmkanker hebt of zo en dat je dan helemaal niet weet en dat je dat opeens weet en dat is toch een soort stempel die je dan uh, op jezelf gedrukt krijgt maar uh, ja ik ja. bij mij zat er uh, zat er niks geks in maar uh, dus dat was goed uh, ja, maar ja, ja dit kan wel. Uh, je ziet wel verhalen op internet uh, van mensen die dan uh, achteraf vaak wel blij zijn dat ze het weten, maar die dan wel echt geschrokken zijn en met die resultaten naar hun eigen huisarts zijn gegaan en dan toch wel wat support nodig hadden. Want het komt gewoon zo'n zo hele klinische diagnose: die landt dan gewoon even in je, uh, in, ja, in je e-mail. Als je, ja, misschien kijk je hem even onderweg als je in de trein zit of zo. En je ziet dan echt iets heel ingrijpends potentieel. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat dat voor mij wel psychologische impact heeft. Als ik dat gen heb en daardoor een tien keer zo hoog risico op Alzheimer heb. Uh, ja, dan, dan ga je ook een keer denken. Als de komende decennia. Als ik een keer iets vergeet. Oh ja, het begint. Het begint. Ja, 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 ja. ja, 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 ja. <laughs> en dan, dan praat je jezelf er een beetje in. Dus ja, ik, 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 ik weet nog niet of ik, dat, of, ik, of ik dat wil weten. Ik denk het uiteindelijk wel. Maar uh, ja. Maar je kan in ieder geval nu op deze leeftijd bij zijn. Uh, ik ben 35. Uh, kunnen we, kun je daarmee aan de slag, zijn ja. er van allerlei uh, manieren voor, uh, ja, zullen we dat maar gelijk gaan doen. Wat, wat die oplossingen zijn, of nou ja, niet oplossingen. Er is natuurlijk niet zomaar een oplossing, maar iets wat je eraan kan doen, zodat je niet zoals Attia geloof ik ook schrijft, de tijd passagier bent op de Titanic, maar dat je zelf gaat varen. Ja. En dus daarvan af kan sturen. En er is natuurlijk een ontzettende geluksfactor wat ook meespeelt. Dat zegt Atti ook. Dat zullen wij ook zijn. Maar dingen die in ieder geval de kans verlagen. Ja, ja. precies. Uh, ja, dat, dat, dat is precies uh, wat het is. Je kunt de kans ermee verlagen. En sowieso denk ik ook je levenskwaliteit verhogen. Want uh, ja, ook al, ja, al zou je de, 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 uiteindelijk. Slachtoffer worden van kanker, dan kun je die strijd maar beter aangaan met een fit en gezond lichaam in plaats van met een ongezond uh, lichaam, denk ik dan maar. Ja. En wat, het belangrijkste wat Peter Attia zegt, is toch wel uh, beweging. Waar veel mensen, veel wetenschappers beginnen met voeding, is het bij hem echt uh, beweging. En hij vertelde in een podcast uh, een keertje van, ja zoals bijvoorbeeld Tour de France Renners. Hij is uh, indirect best wel betrokken bij, uh, bij het maken van trainingsschema's en het doen van uh, onderzoek. Met uh, onder andere Inigo San Milan, de trainer van Taday Pogacar, de tweevoudig Tour winnaar. En uh, hij zei eigenlijk dat die groep topsporters, dat is metabool. Dus qua verbranding van hoe je lichaam met energie omgaat, de allerfitste groep mensen... En je moet het een beetje zien als uh, een oven. Nou, de oven staat bij die groep mensen op een enorm hoge temperatuur afgesteld. Dus het vuur dat brandt echt volop. En of je het nou een, een, een hamburger van McDonald's ingooit of een, uh, een vegan salade. ja, Het wordt gewoon verbrand omdat die oven gewoon op zo'n ongelooflijk hoge temperatuur brandt. En, maar bij de meeste mensen brandt die oven natuurlijk helemaal niet op een, uh, op een hoge temperatuur. Maar is het eerder een, een, een waakvlammetje. Ik fietste uh, zondag op mijn racefiets. En dan. Ja, het is supergoed dat er heel veel mensen nu bewegen. en buiten zijn op hun e-bike. Maar de meeste mensen, ik denk. Ja, de meeste mensen trappen nog niet eens een kwart van wat ze zouden moeten trappen. En laten die e-bike alles doen. En het idee dat er dan gesport wordt, ja. Dat is er wel. En ik denk ook dat de uh, inname van calorieën dan uh, s'avonds op de barbecue daarna is. Maar eigenlijk gebeurt het natuurlijk niet zoveel als je die e-bike het werk laat doen. Behalve dat je lekker vitamine D tankt in de zon. Dus eigenlijk zegt Peter Attia, zorg er gewoon voor dat je metabool gezond bent. Dat je, dat je beweegt, dat je fit bent. En, uh, en hij onderscheidt daar een, een paar dingen in. Uh, ja, is het uh, so far so good? Ja, heel duidelijk. Atja zegt dus bewegen is eigenlijk de, de nummer 1. Hij heeft ook van die statistieken. Als je, van, als je nu 0 minuten per week beweegt en je gaat naar 90 minuten bewegen. Dan verlaag je de kans op dood al met 14%. En dan zijn er inderdaad specifieke manieren. Maar ik, ik vroeg jou voor de podcast even van, van die misconcepties die heersen bij het volk. Zoals ik dacht van een hartaanval dat kom je zomaar aanwaaien. Maar dat blijkt dus uh, meestal niet zo te zijn. Uh, zo dacht ik ook dat... He, een gemiddelde Nederlander denkt dat Tour de France-renners niet zo lang leven. Omdat dat heel ongezond is. Die pushen zich zo hard. Uh, maar jij hebt dat net even opgezocht. En, uh, opgezocht en geloof ik acht jaar langer? Gemiddeld? Ja, we hebben het even snel, uh, ge, snel ge, uh, opgezocht. Ik heb niet de hele studie gelezen. Maar uh, Tour de France-renners leven langer dan gemiddeld. Dat is uh, uh, misschien ook niet zo gek. Want in de gemiddelde zit ook kindersterfte en zo. En, uh, en Tour de France-renners zijn die... Dat stadium al gepasseerd, maar ze leven echt wel significant langer dan uh, een controlegroep. Ja, ja. en iemand als spontani zit dan in die sample of. Uh... <laughs> Simmons en. Uh, ja, ja, Frank van der Broeken, ja. Een heel rijtje treurige gevallen. Ja, ja. En, uh, maar de wielrenners doen in ieder geval aan twee vormen van bewegen die Attia denk ik aanraadt tot in het extreme, waardoor dat, dat misschien wel best wel een factor is. En misschien kunnen we, kun je die twee uh, manieren even uitlichten? Ja, ja, ja wielrenners, komen kom dan zo ook wel even op, we hebben nog wel een ander ding waar ze minder op scoren. Maar uh, eigenlijk zegt Peter Attia, er zijn eigenlijk twee vormen uh, van trainen die je zou moeten doen wil je een fit lichaam hebben. Of wil je. Uh, dit zijn eigenlijk de vormen van duurconditie. Het eerste is dat je zone 2 moet trainen. Nou, dat, dat zone 2 trainen wil eigenlijk zeggen dat je een half uur tot drie kwartier of langer. Uh, of zoveel langer als je wilt. op een intensiteit traint waarbij je nog kan praten. maar waarbij je eigenlijk geen vol zinnen meer kan maken zonder tussendoor te ademen. Dus dat is. Um, ja, voor sommige mensen is dat joggen, voor andere mensen is dat misschien op een loopband met 3-4% helling uh, in de sportschool naar boven lopen. Voor andere mensen kan dat zijn, uh, voor de echt getrainde hardloper is het misschien gewoon op 12 per uur uh, hardlopen. Dus het verschilt waar dat niveau ligt, maar het is wel, uh, ja, it, it is wel echt trainen, maar het is nog niet uh, heel zwaar. En wat je dan eigenlijk doet, is dat je je mitochondria... De... Moeilijk woord, maar dat zijn de spier of dat zijn de energiefabriekjes die in je cel zitten, dat je die kweekt. Daar komen er meer van en ze gaan worden efficiënter. Dus je lichaam wordt beter in staat om vet te gebruiken als brandstof. Misschien gaat dit al wel, wat ver, maar je kan koolhydraten verbruiken als brandstof. Dus neem, stel je voor, je eet nu een, een marsreep of iets waar heel veel suiker in zit. Dat kan je verbranden, verbranden als brandstof. Dat is eigenlijk echt maar de snelle energie. Maar het mooiste is als je lichaam ook in staat is om je vet die je gewoon hebt opgeslagen, um, om die ook aan te wenden als brandstof. Want daar zit er per gram veel, veel hogere energiedichtheid in. En daar heb je ongeveer onbeperkt van. Is, ja, je kan in principe gewoon dagenlang vooruit op de energievoorraad in je lichaam, mits je hem kan aanspreken. Ja, dat is de eerste vorm van trainen, dus het zone 2 trainen, dat is echt wat langer. En het andere is de VO2 Max. En de VO2 Max, dat is een afkorting voor de maximale zuurstofopname die je longen kunnen, kunnen doen per minuut. Dat is een, een getal. Uh, komt daar dan uit? En dat is de inspanning, uh, bijvoorbeeld als je een vlucht moet halen, of een overstap bij een vlucht, dat je vier of vijf minuten volle bak moet rennen naar de andere kant van een, vlieg, van een uh, vliegveld. Nou, veel langer dan dat hou je ook niet vol, uh, want zo hard moet je rennen. En uh, ja, dat, dat zegt iets over hoe efficiënt en hoe goed je longen werken. En, uh, en, en hoe snel ze zuurstof kunnen transporteren naar jouw uh, spieren. Ja, en dat kun je echt trainen door bijvoorbeeld uh, ja, vijf keer uh, vijf minuten te intervallen, met tussendoor vijf minuten rust. Dus dat is even echt, uh, en dat zijn die Tour de France-renners die, ja, weet je wel, dat, dit, dit doen zij natuurlijk allemaal. Dit, uh, ze trainen vaak heel lang, heel rustig. Maar ja, dan komt er een klimmetje en dan blazen ze die even een paar minuten op. En dan is het weer afdalen. En, en ja, dit, dus deze systemen trainen zij heel, uh, heel erg. Ja, ja. Maar wat een Tour de France-renner dus niet heeft, ze hebben vaak een lagere botdichtheid, omdat ze gewoon geen. Ja, ze zitten op een fiets, ze maken een cyclische beweging, maar er komt geen impactbelasting van bijvoorbeeld hardlopen op hun uh, botten. Dus hun botdichtheid is, is vaak wat dichter, waardoor ze ook weer wat eerder uh, gemiddeld genomen een, uh, een bot breken als ze vallen. Jij hebt weer zin aan de Tour de France, geloof ik, hè? Ja, de Giro is net voorbij, een paar dagen. Dus, uh... <laughs> ja, ja. En, en daarnaast zegt Peter Attia eigenlijk ook nog dat kracht en flexibiliteit heel belangrijk zijn. Dus dat je ook uh, met je eigen lichaamsgewicht push-ups kunt doen, dat je squat kan doen. Uh, ja, dat je dus dat je ook wel echt die kracht hebt, want die is ook wel heel belangrijk. En die neemt echt af wanneer je ouder wordt. Ja. En dat je dus uh, je kleinzoon uh, dan wel kan optillen op 80-jarige leeftijd. Ja, ja. En wat voor mij het summum van kracht is, en ik faal daarin. Misschien kunnen we wel een klein weddenschapje of een kleine challenge ook doen, Rohan. Misschien kan je het dan wel, want jij gaat naar de sportschool. Maar ja, jezelf goed, gezien, goed gezien, Jan. Met op schouderbreedte een stang pakken en jezelf kunnen optrekken. Kun je dat? En nu je hele lichaamsgewicht optrekken? Ja, ja dat, uh, dat kan ik. Maar ik weet niet. Ik, doe, ik trek me gewoon omhoog. En dat doe ik vijf keer. Maar dat is misschien niet die uh, ultieme oefening. Dat je je boven die stang tilt. Ik kan alleen mijn kopje boven de stang uit, zeg maar. Oké, okay. uh, ja, nou, ja, dan uh, is de uitdaging vervalt bij deze, want ik kan dat niet <laughs> en jij wel. <laughs> ja. Ik ben een, een schiele hardloper of wielrenner die dat allemaal dus niet kan. Maar dit is, zou voor mij mijn uitdaging zijn om gewoon echt uh, ja, om die kracht te ontwikkelen dat ik mezelf gewoon mijn lichaamsgewicht kan optrekken. Ja, ja. want dit is dus die derde uh, pijler van bewegen: kracht eigenlijk en flexibiliteit. Ja. En uh, ja, hij schrijft ook in het boek van: ja, de, de ultieme oefening is eigenlijk of, of je weet of je goed voorstaat om uh, de helft van je lichaamsgewicht in uh, beide armen gewoon te dragen naast je van die halters eigenlijk. Dus voor mij uh, 40 kilo aan beide kanten. En daar een minuut lang mee rond te lopen. Dan dus in weet totaal je dat... je hele lichaamsgewicht. Ja, ja, ja. Ja, ja ik, dat, dat lukt me nog niet. <laughs> dus, maar dat, uh, dat wil ik nu gaan bereiken. Maar het ziet er gewoon heel dom uit als ik dan uh, 2 keer 40 kilo daar in de sportschool daar een beetje mee rond ga lopen. Maar daar ja, moet ja, je ja. dan even overeen zetten. Ja. Ja. ja, want grip strength, hoeveel kracht je in je handen ja. hebt, is een, uh, is een hele grote voorspeller van uh, uh, ja, hoe, hoe oud je wordt, geloof ik zelfs. Ja. ja. En dat naast het. als je plat op de grond ligt, hoe snel je overeind komt. Als oh, mensen ja. dat niet snel kunnen, dan betekent het vaak dat je vrij snel doodgaat. Ja. Vrij hard, maar is wel zo. Ja. Ja, ik merk dat ik, ik vooral dat, 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 dat krachtgedeelte wel goed doe. En uh, jij vooral die, uh, die andere twee uh, uitmuntend doet. Dus uh, misschien kunnen we ons, uh, onze krachten combineren of zo. Um, nou ja, ik, ik, ik vind die cijfers die jij dan presenteert best wel fascinerend. Dat als je die VO2 max doet, uh, zone 5 training, dus extreem kapot gaan, wat voor veel mensen niet leuk is. Jij bent er denk ik inmiddels een beetje aan verslaafd geraakt, want jij loopt. Jij loopt uh, ja, doet, doet extreme doet marathons en zo. Marathons is, is continu zone 5. Nee, 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 nee zeker niet. Nee, het is, volgens mij is VO2 Max zelfs zone 4. Uh, maar ja, tussen okay. 4 en 5. Want 5 is het hoogste en dan is echt sprinten. Dat kan je echt maar 10, 10, 20 seconden hm. volhouden. Ja, uh, een marathon is als je zone 1 hebt dat er echt bijna niks is. Uh, wandelen zone 2 is dan dat wat, wat we net beschreven, dat je het echt wel een paar uur kan volhouden. Zone 4 is dan maar 5 minuten en marathon is echt zone, zone 3, zeg maar. Dus ja. dat je probeert nog heel veel vet te kunnen verbranden. En daar heeft het ook voor een deel mee te maken. Hoeveel vet je, of hoeveel, ja, wat je systeem, welk systeem je gebruikt om de energie te leveren. Hè. Bij zone 4 is dat van een heel groot gedeelte koolhydraten. Zone 5 is alles koolhydraten en bij zone 3 is nog een mix. En met een marathon wil je heel veel vet ook kunnen verbranden met koolhydraten. Met snelle energie. Dus marathon Juist. is zo'n drie. En ik vind zo'n 4 VO2 max training echt heel zuur. Dat is echt, dat, dat doet echt wel pijn. Ja, maar jij vindt die pijn eigenlijk wel leuk, toch? Ja, nou, ik ben daar niet zo goed in hoor. Nee, ik vind, dat, nou, ik, ik vind de pijn van de marathon wel leuk. Maar de ik heb afgelopen weekend nog 5 kilometer gelopen. Ja, dat is, dat is echt, dat vind ik echt dat vind ik heel taai. Dat, dat vind ik zwaarder dan een marathon eigenlijk. Ook mentaal. Ja, Ja, maar ja, jij, jij, jij hebt gewoon die extreme uitdagingen, dat vind jij ergens wel leuk. En dat help je ja. natuurlijk om, om die eerste twee pijlers van bewegen echt heel goed te doen, want die heb je daarvoor nodig. Ja mensen, Jan loopt de marathon trouwens onder de drie uur? Vier uur? Ja, nee, onder drie, drie uur. Ja, drie, onder drie ja. uur. Dat is, dat, dat is echt heel snel. Dat is echt heel snel mensen. Hoeveel is dat per uur gemiddeld? Uh, ja, je moet boven de veertien per uur lopen dan. Ja, Jan loopt 42 kilometer boven de 14 per uur gemiddeld. Ga er maar aan staan. Ja, uh, dit, maar dit is ook weer consistency. Hè? Het is net als met beleggen. Het is, ik denk dat heel veel mensen dat kunnen. Want uh, er zijn ook genoeg mensen die met 2,5 lopen. Dus uh, het is, onder de drie uur marathonlopen is wel serieus hardlopen. Maar het is voor meer mensen haalbaar dan denk ik, dat veel mensen denken. Ja, ja, maar je moet wel uh, je toegewijd trainen. Uiteindelijk is alles compounder ook, ja, ik kan me nu vijf keer optrekken omdat ik dat zes jaar lang, twee jaar, drie keer in de week doe. Ik doe elke keer maar vier oefeningen in de sportschool. De echte compounders, ook nog eens, mijn laatste uitgelegd. Blijkbaar dat je echt de, de grote spieren doet, dus je pakt gewoon haltes en die til je gewoon op. Nou, dan hoef, je hoeft niet je biceps of triceps te trainen, maar die train je dan automatisch mee. Dus ja, dan, ja. dan valt het ook, is het ook veel behapbaarder. En uiteindelijk ben je verslaafd dan... Ik voel dat ik naar de sportschool moet als ik een paar dagen niet geweest ben. Dat zit dan in je systeem. En op het begin, als je daarmee begint, dan uh, voelt dat zeker niet zo. Ik vind dat nog steeds niet leuk trouwens in de sportschool, maar goed. Ik ben heel blij dat ik daardoor de kans op ouderdom iets vergroot. Uh, ja, die statistieken van... Want, want mijn vraag Jan is... Kijk, iedereen weet, bewegen is goed. Veel mensen zullen zeggen... Die, die vervallen in de, in de patronen. Die hebben dus misschien niet die strategie op orde. Die, die volgen een training misschien. Die gaan tijdelijk ergens voor trainen. Maar de, die, 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 stop, die stoppen dan, wat heel verleidelijk is. En wij hebben een makkelijk praten, Jan. Wij hebben geen kinderen. Uh, we hebben een partner die ons af en toe uh, ons ding laat doen. Uh, uh, ja, ik heb een vrije, een vrije baan eigenlijk. Een vrije, vrije, ik ben een libero. Veel mensen, als je gewoon een fulltime baan hebt, je moet ergens zijn en je hebt ook nog kinderen en een partner die wat van je wil. Hoe ga jij, want dit raad atia aan, 10 à 12 uur per week deze drie vormen doen? Ja, ik denk dat het antwoord op die vraag niet is. Ik denk 10 à 12 uur dat ja, dat is eigenlijk. ...bijna onmogelijk. Tia zegt, van, ja, bij, als je drie uur zonder twee doet... ...dan, dan heb je er echt al veel aan. Nou, dat is drie keer per week een uur. Dat is ook al helemaal niet makkelijk te interplannen... ...als je twee jonge kinderen hebt, weet ik... ...uit de kring met al mijn vrienden die in die situatie zitten. Dus het is niet... ...ja, het, ik denk dat dat een hele uitdaging is. Ik denk dat... ...maar dat, dat, dat je daarom de combinatie... ...van die andere drie uh, uh, factoren... ...die we zo ook nog gaan benoemen... Um, ja, dat die dan heel belangrijk is. En, toch gewoon en weten dat beweging, als je dat uurtje hebt, ja, doe het dan wel. Dat je dan weet wat, dat het wel ja, hoeveel het uiteindelijk bijdraagt. En, dat je, en, en, en ja, als je kinderen ouder worden en, en ze kunnen zelfstandig naar de sportvereniging, ja, dat jij dat uurtje dan wel pakt, wat je vroeger dan misschien niet, uh, niet kon. Ja. Of zo'n uh, fietstrainer onder je bureau zetten. Terwijl je moet werken en dat uh, drie uur per week even flink uh, je kopje eraf trapt. Maar uh, je, wat ook niet zo is, kijk, als je 10 à 12 uur per week uh, beweegt, hoor je bij de top 1%. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Je kan ook, uh, want als Atia heeft ook van die statistieken zo, uh, VO2 max training, als je, je, je kan je kans op dood gaan met 50% verlagen als je van beneden gemiddeld naar bovengemiddeld gaat. Dus bij de, de bovengemiddelde groep bij de, ja, de top 25%, eigenlijk. Ja, dus dus da, dat lijkt dan wel weer best wel behaalbaar. 10 en 12 uur trainen, dat is echt. Ik moet zeggen dat ik dat ook wel. Als ik voor een marathon train, dan kan ik met vijf uur per week al honderd de drie uur lopen. Ja, dan hoor je bij de allerfitste mensen. En in 10, 12 uur per week kan ik een Uberman trainen. Voor een Uiverman voorbereiden. Ik bedoel, dat is echt. Dat is echt heel veel. Dat, dat, ja, dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. Ik denk als je een half uur per dag beweegt, dat je het al echt goed beweegt, dat, het echt al, dat je dan echt al heel eind bent. Ja. Dus als je deze podcast luistert en uh, je wilt nog even verder luisteren, trek je hardloopschoenen aan, zet je koptelefoon op en ga dat lekker uh, tijdens het uh, hardlopen of snel wandelen in je uh, zone 2. Zone ja. Dan gaan wij denk ik naar uh, de volgende uh, bijdrage. Het, het zijn natuurlijk allemaal wel open deuren, bewegen. De volgende is eten. Ja, goed vreten is ook belangrijk. Wat zegt uh, Attia daarover? en hoe, wat, hoe denk jij erover? Ja, ik vond het wel mooi wat hij zegt al. Hij zei van ja, er zijn zoveel boeken die pretenderen van joh, je moet nu vegan, je moet nu dit, je moet nu dat. Uh, uh, he, die Dat helemaal beloven als het gouden ei. En hij zei de realiteit, de harde realiteit is dat er gewoon nog heel weinig bekend is. En dat, dat wat er bekend is, vaak wel helemaal niet zulke hoge kwaliteit is. Omdat de studies die worden uitgevoerd over voeding, dat, um, dat die gebaseerd zijn op het. Correct invullen van surveys van mensen. Die zeggen van hoeveel heb je van dit gegeten, hoeveel heb je van dat gegeten? Nou, dus net als met beleggen, mensen overschatten het rendement wat ze gemaakt hebben en onderschatten het verlies wat ze hebben geleden. Nou, dat is ook met voedingsurveys uh, met zo. Dus hij zei, ja, eigenlijk uh, is er nog helemaal niet zo heel veel bekend over voeding. En wat ook zo is, is dat voor iedereen wel andere dingen werken. Uh, dus. Ja, dat, dat het niet een eenduidige waarheid is die voor iedereen geldt. Maar er zijn natuurlijk wel wat wel dingen die wel, uh, die, die, die wel voor iedereen gelden. Maar ja, hij zei zo, hij had een beetje de analogie. Hij zei, als ik op een cocktailparty sta en iemand begint bij mij over voeding. Hij zei, maakt niet uit hoe vol mijn drankje is. Ik zeg gewoon dat ik een nieuw drank moet halen, want ik wil die discussie helemaal niet aan. Het is, <laughs> het is te glad ijs. Dat vond ik wel een mooie. Ja. Ja. En, en, en ik ben zelf echt... Hè, ik ben ve vega geweest. Ik ben vegan geweest. Ik heb van allerlei uh, dingen. Ook doordat je een boek leest en daar helemaal vol van bent. Maar ik denk dat het veel genuanceerder is dan, uh, dan mensen denken. Ja. Ik, wa ik was laatst bij een show van Theo Maassen. Die maakt het helemaal genuanceerd. Die zei dan... Chips? Slecht. Groente? Goed. <laughs> dat soort uh, open deuren. Want, want, want je hebt natuurlijk... De, de, in de basis is het natuurlijk wel. Uh, zijn van allerlei dingen. Zegt Attia, heeft Atia ook wijsheden waarvan hij zegt: Nou, dit zijn. Daar is wel duidelijkheid over. Ja, ja, ja. Kijk, hij, hij zegt: De mate van bewerktheid van, uh, van een voedselproduct dat maakt het niet beter. Dus probeer gewoon onbewerkte uh, producten te eten. Uh, dat is sowieso goed. En, en, en wat Atia zichzelf altijd afvraagt, wat is dan het mechanisme dat ervoor zorgt dat iets niet of wel goed is? En het mechanisme is bijvoorbeeld dat bewerkte producten zijn vaak heel uh, rijk aan calorieën per gram en uh, uh, ze leiden vaak tot een hele hoge spike in je bloedsuikerspiegel. Dus de, de producten worden heel snel in je lichaam opgenomen waardoor je bloedsuikerspiegel heel erg omhoog schiet en dan moet je lichaam heel veel insuline aanmaken. Omdat, uh, dat, bloedsuiker, dat suiker weer uit je bloed te krijgen en het weer te normaliseren. En dat proces, dat is niet heel goed voor je. Dat kan zelfs leiden, als dit heel vaak gebeurt, dus dat je continu zo'n hoge bloedsuiker hebt, dat die insuline aanmaakt, om dat weer uit je bloed te krijgen, dat dat gaat haperen en dan krijg je dus diabetes type 2, waar echt ongelooflijk veel mensen ook last van hebben. En dan moet je een spuit zetten uh, met insuline, omdat je lichaam het niet meer aanmaakt. Dus zijn uh, takeaway is: uh, ja, eet gewoon veel natuurlijke producten. Uh, zoveel mogelijk onbewerkt. Um, ja, doe er wat olijfolie op. Uh, en, en, en denk gewoon na. Kijk, inderdaad, chips is slecht, groente is goed. Ja, uh, uh, ja. ja dus Je moet het niet moeilijker maken dan het is. Iedereen weet het, denk ik wel. Of de, de mensen die naar ja, deze podcast lu zullen luisteren, die, die kunnen dat onderscheid, denk ik, prima maken. Ja, de kunst is uh, nog om het echt toe te passen in je leven. Want ik denk 90% van de producten in de supermarkt is bewerkt. Ja, en alle uh, de, de, kijk, evolutionair vinden wij de, de uh, zijn we gewoon we zijn Ons hoofd werkt zo dat ja, wanneer je vroeger in het ver verleden waar, waar voedsel schaars was, ja, dan pak je gewoon de meest calorierijke producten en dan stop jezelf er helemaal vol mee. Omdat je daarna misschien een paar dagen niet meer ging eten. En dat is nu natuurlijk niet het geval. Ja. Dus ja, en nu eten wij ook zo'n, zo, ja, een, een, gewoon als je een, 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 een verse, verse pizza bij de Albert Heijn heeft, gewoon, volgens mij, sommigen hebben wel 950 calorieën of zo. Ja, dat is voor een man is dat al 40% van je calorieën hebben. En daarna heb je vaak, nog, uh, lust ik er nog wel één. Ja ja. ja, ja. Moet je ja. Eens 900 calorieën broccoli gaan eten, dan ben je 4 kilo broccoli aan het eten. Ja, 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 ja. ja. Nee, ja, fascinerend en uh, nog meer over voeding. Ja, uh, uh, alcohol is heel slecht. Full stop, period. Het is echt uh, en dat Tia schrijft. Veel mensen en veel studies zeggen dan van goh, één glaasje alcohol is goed voor je. Hè? Eén glaasje wijn. Uh, ik denk dat heel veel mensen dus, uh, dat wel eens gehoord hebben. En hij zegt dat klopt dat het uit die studies komt. En dat komt omdat er in de groep die nul glazen alcohol drinkt. daar zitten ook alle mensen in die bepaalde medicijnen hebben, die ziek zijn, die zwak zijn, die misselijk zijn, die in een bejaarden zitten, die dus geen alcohol mogen of krijgen of kunnen nemen. Dus het feit dat uh, de, de groep die één glas alcohol drinkt gezonder is dan de groep die nul glazen alcohol drinkt, is puur daardoor. Maar één glas alcohol is, is oneindig veel slechter dan nul. Ja. Maar dat komt dus doordat de data vervuild is bij de groep die geen alcohol drinkt. Net als ons voedsel. Ja. Uh, en dat is misschien ook wel een bruggetje naar de volgende redder. Als ik het even zo mag noemen: slapen. Want uh, alcohol voor het, sla voor het slapen is ook niet goed. Het is dus nog wel als mensen die drinken misschien dan uh, dat glaasje wijn. omdat ze dan lekker ontspannen. En dan denken ze: kan ik lekker goed in slaap vallen. Maar ja, ook dat werkt weer andersom, denk ik. Ja. Ja, je valt dan wel in slaap, maar je slaapkwaliteit is echt heel slecht. Heel slecht. En uh, daar is mogelijk ook alweer een relatie met Alzheimer, want in je slaap uh, ja, worden allerlei, uh, vinden ze echt superveel processen in je lichaam plaats. En onder andere gaat de schoonmaakploeg in, uh, aan het werk in je hoofd om alle afvalproducten van het denken en het, uh, en het werk gedurende de dag weer uh, op te ruimen. Dus er is ook een verband tussen, uh, lijkt het te zijn tussen uh, die neurodegeneratieve ziektes en slaaptekort. Ja, en uiteindelijk zijn daar de dingen: uh, hein, geen alcohol, dus goede slaaptemperatuur. Vooral ook een, een, een goed ritme dat je gewoon regel, regelmatig hetzelfde tijds op de bed gaat, ongeveer hetzelfde tijds het wakker wordt. Niet vlak voor het eten, nog heel veel eten. Ja, niet best niet op je telefoon kijken. Ja, het zijn ook wel een beetje de usuals. Ik neem ja. zelf wat nog van magnesium voor het slapen gaan. Ja, dat ja. Doe ik sinds kort ook. Dat is, ja. Ik heb wel het gevoel dat ik, dat ik uh, veel dieper slaap. Dat ik s ochtends wakker word. Uh, alsof, ik, alsof ik brak ben. Althans, na de e <laughs> eerste paar keer. Ja, ja maar, dat kan wel. Dan dat, dat, dat je, ben je echt heel diep weg geweest. Ja, ja. dat denk ik ja. ja. Ja, ik, heb, ik, heb, uh, ik doe nu voedingssupplementen, want ik, ik zat toen met het Alzheimer en zo. Ik dacht, ah, misschien kan ik dan met supplementen, want dat, daar heeft hij het ook over. Dus bij Nutribites een gesprek ingepland met, uh, met, met zo'n coach. En dan inderdaad magnesium, wat ik eerder ook wel eens innam. Maar dan nu, wanneer je het inneemt, maakt dan ook nog wel weer uit. En, uh, dus, dus om goed uh, diep te slapen. Dat dat ook zo'n belangrijke redder is die slaap. En ja, dat, dat mobieltje in de slaapkamer, ik denk dat zoveel mensen uh, dat nog doen. Heb, heb, heb jij bepaalde patronen of bepaalde regels eigenlijk voor jezelf? Ja, niet. Ja, ik ga wel gewoon op tijd slapen, dat wel. Uh, mobieltje, kijk, uiteindelijk, wanneer de regels te streng worden en je denkt continu aan de regels moet denken, levert dat ook stress op. Ik denk dat het belangrijkste is dat je ook ontspannen je bed in gaat. Dus. Uh, nou, voor mij, ik heb bijvoorbeeld de app van mijn broker niet op mijn telefoon staan. Ik kijk wel op Yahoo ja, Finance, dus heb ik al mijn aandelen in mijn posities die ik heb, dus ik zie dan wel wat ze doen, maar ik zie niet het euro-resultaat voor mij persoonlijk erachter, dus dat levert voor mij dat haalt bijna alle stress al weg. Ja, dus uh, en dat kijk ik dan niet voor het slapen gaan, bijvoorbeeld. Nee, <laughs> dus nee. zo heb ik wel wat, uh, wat dingetjes uh, en ja, ik heb een hond, dus dat. Ja, je loopt s'avonds altijd nog eventjes met hem naar buiten en dan begin ik altijd te gapen en dan, uh, ja, dan weet ik al wel dat ik moe word. Dan is het goed. Die, en een hond die heeft gewoon echt echte rippen, die is gewoon s'avonds moe, dan gaat hij gewoon slapen en dan weet je, ah, daar kan je wat, wat van leren. Ja, 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 ja. Een ja. hond leeft ook altijd in een uur en uh, lijkt nooit stress te hebben. Klopt. Of is het ook gelijk weer vergeten. Ja. Heb jij nog dingen gewoon? Want jij bent ook al natuurlijk, met slaap en dat soort dingen, dat is voor jou ook wel. Uh, nou, ik, lied, doe, ik, ik, jij, ik uh... doe bijvoorbeeld geen mobiel in mijn slaapkamer. Nee. Maar, nu, maar nu heb ik dan uh, bij mijn vriendin Ielse, daar ben ik dan vaak. En daar is dan, zo'n zo patroon is dan weer weg. Dan, ja. Um, ja, dan is, dat, uh, is dat huisinrichting is anders dan hier. Bij, bij mij kan ik me gewoon heel makkelijk in de, in de woonkamer leggen. En dan, dan is dat weer weg. Dus ik moet mezelf dan weer in die patronen. Uh, uh, dat herorganiseren. Het is, het is grappig hoe, dat, hoe snel dat kan verdwijnen. Terwijl het echt gewoon een heel strak patroon was. Hier bij mij in Zwolle thuis. En dat dan in één keer verdwijnt. Ja, ik, maar ik, ik doe dingen als. Uh, ik doe wel alcohol. Ik heb net ook een paar. Nee. <laughs> nee. altijd even op rusten. Alle op die podcast, ja. hè? Ja. 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 Om uh, tien uur ochtends is altijd lekker. Maar uh, ja, koffie doe ik bijvoorbeeld niet meer. Want ik voel. Uh, ja, ik denk dat dat prima is een bakkie. Maar als je dan hoe dat je slaap ook kan beïnvloeden. En mijn ouders, die doen gewoon standaard gewoon een ritueel. Om acht uur s'avonds drinken ze gezamenlijk koffie met cafeïne. Ja, als je weet hoe killer dat is voor de kwaliteit van je slaap... en hoeveel behoefte je daardoor juist de volgende ochtend weer naar koffie hebt... dat lichaam, dat, die trigger dat allemaal het is... Ja, ja. Ja, echt een aanrader. Why We Sleep van Matthew Walker. De, de, de leading slaapprofessor in de wereld. En die schrijft daar ook over. En het... De half-lifetime, dus de tijd dat het je lichaam kost om de helft van het cafeïne uit je lichaam op te ruimen, die is ja, tussen de 4 en 8 uur. Het hangt een beetje van je van per persoon af. Maar in het ergste geval, als je dus om ja, drie uur s middags nog een, uh, een dubbele espresso neemt, dan zit er om 11 uur s'avonds nog een hele espresso in je bloed. Ja, dat ja. is. Uh, een, het, het gevaar is dat mensen die slecht slapen op een gegeven moment er aan wennen dus, en hun eigen slaap best wel een heel goed cijfer geven. Terwijl als je ze objectief zou meten met, met elektroden aan het hoofd en echte slaap zou meten, dan is die slaap echt heel slecht. Dus mensen die structureel te weinig slapen, die vinden dat eigenlijk zelf op een gegeven moment geen probleem meer. Ik denk dat dat heel goed is, want zo kun je, anders zou je nooit aan iemand aan het tweede kind beginnen. Maar <laughs> ja. het is wel, uh, het is denk ik wel uh, belangrijk om jezelf dat te realiseren. En cafeïne is daar echt, en alcohol zijn echt twee hele grote disruptors daarin. Ja, want het lijkt soms bij CEO's of high performance mensen een soort van een wedstrijd van hoe weinig ze kunnen slapen, zeg maar. Vier ja. uur, vijf uur per week. Musk heeft er wel eens wat over gezegd. Ja, dat, dat, daar veegt Attia in ieder geval totaal de vloer mee aan. Dat is in ieder geval heel slecht. Ja, hij vertelt dan over, over residency, dus waarin uh, de doktersopleiding en de praktijk uh, de pra meelopen in de praktijk in zo'n ziekenhuis en kooschappen. Volgens mij heet het zo in Nederland. Ja, hoe, hoe weinig daar dan op gelet wordt op het welzijn van de doktoren. Dat, dat die gewoon shifts rijden van bijna 24 uur en uh, beide niet kon slapen. En dat die volgens mij een keertje uh, de auto langs de kant van de weg zetten. En dat hij acht uur later wakker werd. Uh, van Dat soort dingen. Ja. Eigenlijk heel bizar hoe. Uh, ja, hoe daar niet op gelet wordt, ja, ja. ook en in het licht... Nederlandse systeem niet. Ja bizar en in, het, in de zakelijke wereld, hoe, hoe je dan wat geacht in, als zakenbankier of als beginnend accountant om uh, 60 uur in de week te werken en uh, daarnaast nog een sociaal leven te hebben, dus dan ga je op vrijdag of donderdag ga je met collega's ook nog zuipen dus dan... en hoe slecht dat is en je jonge lichaam kan dat denk ik nog wel uh, prima aan en zo. Maar... Ja, ik, ik heb als ik een keer slecht slaap, dan, dan merk ik dat al. De, de, op zich geeft het lichaam het natuurlijk wel aan. Maar op een gegeven moment, dan ga je je lichaam negeren, denk ik. Ja. Dat deed ik vroeger ja. ook. Ja, ja, nee, is zo. Ja, ja en dat is misschien ook wel het bruggetje. naar nou, de laatste, dat is het ge geestelijke, uh, ja, noem even geestelijk welzijn. De emoties, je stress, alles wat daarmee uh, mee samenhangt. En uh, ja, het pedatia is daar ook wel... Uh, Duidelijk overal, al heeft hij daar natuurlijk minder praktische tips, maar ja, beperk chronische stress. Dat is denk ik wel het, uh, het grote verhaal. Uh, zoek acute stress op, hè. koud douchen, lekker sporten, uh, dingen uit je comfortzone doen. Maar zorg dat dat niet continu het geval is, zoals uh, uh, ja, uh, uh, werkdruk die je echt lam legt. Ja, dat is echt een uh, bloeddruk verhogend, uh, levenskwaliteit verlagend. Ja. Ja, ja, ja. En ook hoe ouder je wordt, hoe uh, gevaarlijker het is. En ook iets als, uh, als eenzaamheid. Ja. Dat dat ook gewoon. Uh, ja, dat is, is, heb ik ook wel uit zo'n boek over de blauwe zones. Ja, dat al die mensen die dus. Uh, bepaalde regio's in de wereld, er zijn er vijf geloof ik, waar mensen dus veel ouder worden dan op andere plekken gemiddeld. Dus dat ja, wat doen die dan gemeenschappelijk? Dat ze een heel rijk sociaal leven hebben. Ja, klopt. Klopt, dat is ook wel de Blue Zones van Dan Buettner die dat volgens mij werkte, die voor National Geographic, toen heeft hij dat per toeval ontdekt dat, dat er in Okinawa, Ikaria, Sardinië, Joma Linda zijn, zijn er volgens mij tegenwoordig nog een paar bijgekomen waar mensen inderdaad veel ouder worden. Ja. Maar ik weet niet in hoeverre, die, die, die doen volgens mij echt niet bewust 202 max training of iets dergelijks, maar, maar die mensen, al die gebieden hebben volgens, volgens mij relatief veel hoogteverschil. Dus als je daar overgewicht hebt en je moet naar je buren en je moet daar even de berg 100 verticale meters <laughs> oplopen, dan is de penalty, de straf die je krijgt, de natuurlijke straf voor het hebben van overgewicht, is gewoon enorm. ja, 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 ja. ja. Dat is ook wel weer uh, grappig. Dat, ja, dat zie je in Oostenrijk of zo. Uh, uh, ja, je woont in een bergdorp. Dan ben je mooi de sjaak als je, als je veel te zwaar bent. Ja. Uh, ja, ja ik, ik ben van mezelf uh, best wel uh, een introvert. Dus, uh, maar ik, ik probeer dan nu sinds het boek... Uh, als ik uh, ergens ben in de winkel bij de cashier... probeer ik een heel klein praatje, praatje te maken. Ook dat soort dingen kunnen al... Uh, terwijl ik daar... Denk van nee, ik heb er niet echt zin aan, maar dat het dan weet, het is toch goed voor me. Kijk, als je allemaal collega's hebt en dergelijke, en je praat de hele dag, dan wil je daar juist niet mee praten. Maar ik heb uh, wel collega's, maar vooral ook online zie ik die, dus ik spreek wat, wat minder mensen. En dan uh, probeer ik dat op die manier een beetje te ondervangen. Ja, ja. Ja, het is belangrijk. Het is belangrijk. En, en vooral ook lachen, hè? Gewoon op ja, Theo blijven gaan en zo. en het... Uh, wat dat betreft is uh, ik echt uh, te aanraden om die programma's te kijken van de Special Forces. Uh, kamp van Koningsbrugge, maar ook op Videoland. Een vette series over de Special Forces. Waarin ze eigenlijk over al deze dingen. Uh, ja, slaapnemen is wel even niet zo nauw tijdens de training. Maar ze zijn wel heel erg bezig met uh, het relativeren, het uitzoomen. Dat je ook moet lachen. Dat. Uh, je, je je een band moet bouw, opbouwen met mensen, uh, nou ja, om allemaal maar gewoon zo hoog mogelijk kunnen te performen als je ja, in actie moet komen. Dus maar ja, je ziet daar ook wel van deze dingen weer in terugkomen. Dat vind ik wel gaaf. Ja, mega belangrijk. Als je het over series hebt uh, en je wil dit boek uh, niet lezen, het is toch een boek van 500 pagina's in het Engels. En ik vond hem, uh, jij vond hem misschien prima weglezen, maar ik vond hem uh, extreem technisch in bepaalde uh, maten. dus ik weet niet of het voor iemand die net met gezondheid begint een, uh, een aanrader is. Ik zou zeggen van niet. Ik weet niet hoe jij naar nee, kijkt. Nee, nee, absoluut niet. Het is echt. Uh, ik vond ook. Een, uh, ik denk dat ik meer boeken over dit heb gelezen dan over beleggen. Maar uh, ik vond het echt een heel technisch boek. Ik vond uh, de, het wel een heel goed boek, maar uh, ja, echt niet zomaar even een weglezen. Nee, nee. Nou dan is Limitless. Misschien met. Uh, Chris Hemsworth, de, de acteur van Thor en, uh, en Peter Attia zitten in een paar afleveringen, dus volgens mij op Disney Plus, Limitless. Die gaan dan ook uh, op zoek naar een uh, ja, langer leven en daar stellen ze zichzelf bood aan. Uh, acute stress, zoals extreme kou, daar gaan ze vasten. Vasten hebben we nog niet besproken, Jan. Nee. Doe jij aan vasten? Uh, ja, soms. Uh, ja, dat stukje hadden we misschien bij voeding moeten even moeten zeggen. Van niet, niet meer eten dan je nodig hebt. Dus pas op je calorieën inname. Dat is misschien wel het belangrijkste. En vasten is, uh, is wel een leuke, want het, het leert je lichaam ook weer te kunnen vertrouwen. Uh, ja, ik moet even anders zeggen. Op, je lichaam heeft een beperkt aantal koolhydraten of glucose. Wat, uh, zeg ik dat goed? Ja, wat, wat, wat het opslaat. Dat is eigenlijk je snelle energie. En op een gegeven moment, na een dag of zo, is dat op. En dan moet je lichaam vet gaan verbranden, omdat er geen andere energie meer uh, beschikbaar is. Ja, met vaste train je dat en laat je lichaam wennen: van god, dat is ook een andere manier waarop je energie kan verbranden. Ik doe heel vaak, uh, denk ik gewoon twee keer per week of zo, dan eet ik 16 uur niet. Dat is helemaal niet zo moeilijk. Je stopt s avonds om 8 uur met eten en je begint de volgende dag om 12 uur pas weer. Nou, dat is 16 uur is echt niet zo moeilijk. En één keer per jaar of zo, dat doe ik uh, zo'n programma van uh, vier, vijf dagen. Met... En dan krijg je per dag 600 calorieën binnen of zo. Dus dat is echt wel weinig. Uh, ja, en dan herstelt je lichaam. Uh, dat, schijnt, uh, dat schijnt goed te zijn. Er zijn best wel wat studies daar gedaan. Uh, en het is vooral mooi om te weten hoeveel je eigenlijk dan met eten bezig bent. ...de Hele dag door ben je normaal gesproken. Denk je oh we gaan vanavond eten, straks zo eten. Ik heb weer honger. En als je gewoon niet mag eten, dan verdwijnt dat helemaal. Dat is heel relaxed eigenlijk. Ja, ja, ja. Ik had toen uh, tijdens mijn studententijd, dan kon je van dat poeder kopen, van dat astronautenvoedsel eigenlijk. En daar zat dan uh, alle voedingsstoffen in, in poeder. En dan kon je dan met water uh, aanlengen. En dan dacht ik, oh ja, dan kan ik mooi de hele dag door grinden achter de computer, dat soort dingen. En dan ben ik geen tijd kwijt aan eten. Maar als ik, als ik nu bedenk wat voor een domme investering dat is... en uh, kortzichtig... en dat je dan dus allerlei andere dingen niet doet... zoals bewegen, even naar je, naar je keuken lopen... en uh, even een ander momentje. Ja, dus uh, goed. Nou, jong en uh, onbevangen, laten we het laten we daar maar op houden. Ja, eten is onderdeel van de cultuur, hè. Dat is, dat is ook leuk. Maar het is, door, door je even niet te eten realiseer je dat meer... waardoor het weer waardevoller wordt. Dat was eigenlijk wat ik probeerde te zeggen, maar niet zei. Ja. Mooie, ja. mooie afsluiten denk ik. Jan, is er nog iets uh, wat, we, wat je wilt toevoegen? Ja, misschien wees, wees, als er een boek is of iemand die zegt van, Goh, je hoeft alleen maar dit te doen, weet je wel. Of uh, je doet deze band om en met vijf minuten per dag uh, heb je je workout gehad, terwijl je gewoon achter je bureaustoel zit. Ja, ja dat, alsjeblieft, luister daar niet naar, want het is, het is niet zo eenvoudig. <laughs> er, is geen, uh, er is geen quick trick, geen magic pill. Uh, in ieder geval, allemaal nu nog niet. Je moet, het, je moet het echt zelf doen. It's simple but not easy. Want uiteindelijk is het misschien ook weer wel heel simpel als je gewoon aan die uh, vier oplossingen houdt. en daar bewust mee bezig gaat en een goed, uh, goed strategie en doel hebt waarom je dat doet. Dan, dan kan je daarin al heel snel van als je, als je weinig doet naar een gemiddelde iemand gaan. En dan uh, ja, heb je er zo tien jaar bij gekregen. Dankzij deze podcast misschien wel, Jan. Ja, ja, ga gewoon naar je opa of oma. Als je ze nog in de gelukkige omstandigheid bent dat je ze hebt. En vraag gewoon: uh, nou, wat is belangrijk? Dan krijg je denk ik deze antwoorden. Misschien niet helemaal bewegen. dat VO2 max en zo, dat zal er niet in zitten. Maar qua voeding, slaap en uh, geestelijk welzijn. krijg je de antwoorden die je zoekt. Ja ja <laughs> die moet gelijk aan mijn opa denken, maar die is ook wel 93 en uh, ja die leeft is gewoon net als Warren Buffett ook heel ongezond stressvrij en ja rookt en uh, maar ja die gaat gewoon nog door en is goed bij dus uh, ja <laughs> die geeft altijd hele slechte adviezen maar goed baby ja ja, dat, uh, dat, dat was, was het wel, dus. Ik. Misschien ja. over, ti over tien jaar voor de luisteraar. Zet het in je agenda, dan vieren we dat je er eigenlijk tien jaar bij hebt gekregen. Dankzij deze podcast. Uh, nogmaals, wij zijn uh, geen experts. We proberen gewoon een boek te lezen. En dat, wat wij doen met jullie te delen. Uh, en dat vinden we heel leuk. En we zijn heel dankbaar dat je ja, dus toch alweer bijna een uur uh, hebt geluisterd als je hier bent. Dat vind ik wel ontzettend. Uh, en daarom doen we deze podcast ook. Omdat we natuurlijk om onze luisteraar geven, niet alleen financiële. Gesteldheid, wat natuurlijk heel veel stress wegneemt. Want dat is eigenlijk wat we doen. Um, maar ook gewoon gezondheid. Wat denk ik nog een uh, veel grotere pijler is. Want als je niet gezond bent, dan boeit überhaupt geld natuurlijk niet. Oké, okay. daar houden we het bij. Jan bedankt, luisteraar bedankt. En tot de volgende keer. Ja, gedaan.